ايو هذا ابراهيم واي واي ايو اختمانة واي واي بصي هدي بيتاج واي واي عكتي بيتاج واي واي نخيتي بيتاج واي واي خين بيتاج فور واي واي الوي خندور واي واي براين فلوخس Niet jij? Nou. Nou mensen, we hebben een nieuwe dag, prachtig weer. We zijn eigenlijk al een beetje begonnen. Vanochtend ging allemaal heel snel boodschappen doen, weet ik wat. Waardoor we niet begonnen zijn, maar het neemt niet weg dat wij toch nog die camera hebben aangezet. En we gaan even zwemmen. Bilal is nog een beetje aan het douchen, een beetje aan het chillen. Maar wij beginnen alvast met een dag zonder zorgen. Zonder stress. Zonder stress? Ah. Nou, we hebben geen stress. En ik geen snor. Ik eigenlijk wel, papa ook, met zijn ringbaardje. Oké, daar gaan we eerst springen. Daar komen we. Dames en heren, jongens en meisjes, hier is Ryan. Ja, klaar voor de finale sprong? Klaar voor de finale sprong. Laat me zien, jongen. Hartstikke idee. Nou, nu kom ik. Goedemorgen, Bilal. Nee, niet daar. Niet met die. 15 minutes later. Jawel, we zijn niet meer. Hier is die weer, mensen. Jullie waren toch naar mijn bezoek? Ah, hier is die. Wat was je aan het doen? Bezem. Hè? Bezem. Met een bezem? Spoor niet aan je. Woehoe. Wat gaan we vandaag doen? Ajax. Wat? Daar maak ik me dan nu een beetje wel zorgen. We gaan naar een stadje hier vlakbij. Hè? Ja. Ja. Wens allemaal veel succes. Succes allemaal. Wat moeten de mensen doen? Papa. Echt bij dat. Feyenoord kampioen. Wat? Olé. Ze winnen maar één wedstrijd. Wat doe je? Feyenoord kampioen. Wie denken jullie dat kampioen gaat worden dan, mensen? Nou, tot straks. Ik gooi hem even het water in. Nee! Ja, kom hier. Kom op. Hou hem tegen. Ja, is het oor. Die zou gaan vliegen. Gekkie, kom op je. Oh. Is het gewoon ding te slopen hier zo? Aartje. Nou. Weg, hè? Doei. Nou, je ziet het. Heerlijk. Wat heb jij op je brood, Ryan? Zalm. Lekkere zalm. En wat heb jij op je brood? Konijn. Bilo heeft konijn in zijn brood. Zo, lekker konijn? Nee. Wat dan? Dat is tonijn. Oh, dat is tonijn. Zo, Bilo. Dat ga ik niet doen. Ja, doe je goed, jongen. Hey. Ja, wat ben je aan het doen? Kijk. Opruimen. Dit doet hij helemaal uit zichzelf, hè? Kijk. Nu is wel dus echt wat van leer. Kijk. Opvouwen. Ja, mensen. Hartstikke idee. Oké, dit moeten jullie gewoon even meemaken, mensen. Bilo die kan op dit nummer helemaal losgaan. Waarom? Nou, dat gaan jullie zo ondervinden. Berro. Oké, nou, Bilo, om te beginnen. Zet hem maar even aan. Lach het eens aan. Laat hem. Ah, 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 ah
Wat geval jullie denken dan, waarom loopt Buddha zo, zo raar? Er zat een steentje in zijn slipper. Noem maar aan. Nee. Huh? Oké. Okay. Dit is een man, hé. Ben je verdwaald, Bilo? Ben je verdwaald? Wat is er nou, jongen? Paparazzi. Bilo, hoe vind je het vakantie? The next day. Jawel, 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 mensen. Hier zijn we weer. Een hele goede. Ja, hier is het al middag. Zoals jullie zien, hier zo, is Bilo er niet. En ik weet niet wat er met hem aan de hand is, maar hij heeft geen zin om te zwemmen. En we kunnen hem zo even vragen waarom hij geen zin heeft. Maar heel vreemd. Als Bilo geen zin heeft om te zwemmen, dan weet ik niet wat er, precies aan de hand is. Maar goed, ik wil deze gelegenheid gebruik maken om in ieder geval even te zeggen dat, zoals een aantal van jullie wisten, werkte ik als combinatiefunctionaris voor Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland. Daar heb ik echt 10 jaar volop gewerkt, vooral met kinderen en jongeren. En daar ben ik ook gewoon ooit gestart als vrijwilliger. En zoals een aantal van jullie ook weten, heb ik eigenlijk nooit echt diploma's gehad. Ja, ik sport en beweging niveau 2. En meer dan dat zat er voor mij op dat moment ook niet in. Door gewoon hele verkeerde keuzes te maken. Maar dat neemt niet weg dat als jij je diploma niet haalt, of gewoon niveau 1 of niveau 2 of niveau 3. De meeste mensen denken dat je dan echt niks kan bereiken. En daarmee wil ik gewoon in ieder geval aangeven dat het absoluut niet het geval is. Dat het vooral gaat om dat je gewoon keihard werkt. En ja, ik ben gewoon ooit als vrijwilliger in de wijk begonnen. Gewoon sportactiviteiten aanbieden. En van daaruit kreeg ik een baan aangeboden waar ik meer dan 10 jaar gewoon vol met vreugde en passie heb gewerkt en zo mezelf een beetje omhoog heb gewerkt. En op een gegeven moment dan merk je gewoon dat je voor jezelf enorm aan het groeien bent en dat je gewoon nog meer uitdaging zoekt. In samenspraak met mijn toen voormalige werkgever hebben we besloten dat ik daar in ieder geval niet meer zou gaan werken. Wat een enorme verandering is. Het is toch wel spannend. En aan de ene kant heb je onwijs veel vertrouwen in jezelf. Aan de andere kant ben je toch wel een beetje bang. Maar goed, ik geloof ergens in. Ik geloof in God. En ik geloof dat iets voor je voorbestemd is. En ik heb er gewoon heel goed en heel lang over nagedacht. Maar uiteindelijk is het, geloof ik, het beste besluit. En nu is het gewoon even iets anders zoeken. Dus voor het geval jullie weten, met YouTube. Dat doe ik gewoon echt gewoon puur voor plezier en leuk erbij. En als ik daar wat ooit mee kan verdienen, dan zal ik dat ook zeker niet laten. Je merkt nu al dat ik al wat sponsoren krijg. En wat natuurlijk gewoon heel mooi is. En ik geloof ook niet dat dat gewoon verkeerd is. Want uiteindelijk kost je gewoon heel veel tijd die je erin steekt. Je moet heel veel investeren. Jullie merken al dat volgens mij mijn vierde camera al aangeschaft is. Dus je wordt ook steeds professioneler. En daar staat ook gewoon wat tegenover. En verder ga ik gewoon ook kijken van of ik iets voor mezelf kan gaan doen. Dat deed ik eigenlijk al hiervoor. Ja, nu is het gewoon op zoek gaan. Wat natuurlijk gewoon super spannend is. Maar ik zeg jullie heel eerlijk, ik heb echt heel veel zin in. En het is gewoon een enorme uitdaging. En we gaan zien hoe lang dat gaat duren voordat ik iets nieuws heb. Het kan een week duren. Ik zag net al, om heel eerlijk te zijn, zag ik net al de organisatie al sms hebben gestuurd van of ik interesse heb. Dus in hoeverre, hoe en wat, dat ga ik nog checken. Zodra ik terug ben van hoop ik mijn welverdiende vakantie. Dat wilde ik aan jullie mededelen. En uiteraard blijf ik gewoon binnen de Ricardo Verheyen Foundation en Stichting Elk Kind een Bal. Blijf ik gewoon volop doorgaan. Dus wat dat betreft verandert voor jullie denk ik gewoon helemaal niks. Maar dit is vooral een bericht voor de gasten die denken dat je gewoon met weinig diploma's of geen diploma's gewoon niet kunt halen. Dat is gewoon onzin. Je kan zeker wel wat halen. Daarmee zeg ik niet dat je school niet moet afmaken. Want dat zorgt altijd voor dat je zelfverzekerd bent en dat er een bewijs is dat je het kan. Als je dat niet hebt, dan moet je je nog maar zien te bewijzen. Dus als je op school zit, maak het gewoon vooral af. Wat ik gewoon ook wil aangeven is gewoon wees tevreden met wat je hebt en go for it, weet je. Als je een idee hebt in je hoofd en zo, dat klinkt dan heel vaak van ik ga het toch niet redden of ik krijg die kans toch niet en zo. Maar je moet gewoon echt gewoon 100% in jezelf geloven. Want als jij dat niet doet, hoe kun je dan eigenlijk verwachten dat anderen dat voor jou doen? Dus durf gewoon te ondernemen, durf risico's te nemen. We leven gelukkig in een land waar er heel veel mogelijkheden zijn. En natuurlijk zullen sommige mensen het wat lastig hebben tijdens sollicitaties en zo. Dus ongetwijfeld speelt dat ook gewoon. Maar dat betekent niet dat we de slachtofferrol
hole in moeten duiken. Dus ze willen me toch niet, dus ik ga er toch niet alles aan doen. Je moet gewoon vooral doorgaan. En als jij zelfverzekerd overkomt en je hebt bepaalde kwaliteiten. Geloof me, iedereen heeft kwaliteiten en talenten. En er was bij mij ook echt heel veel momenten dat ik gewoon totaal niet in mezelf geloofde. Ik ging vooral andere mensen volgen en zij bepaalden voor mij wat ik moest gaan doen. En gelukkig ben ik nu op het moment in mijn leven dat ik bepaalde keuzes heb durven maken omdat ik gewoon echt in mezelf geloof. En dat is geen hoogmoed of wat dan ook, maar dat is gewoon geloven in je eigen kwaliteiten. En dat moet jij dus ook gaan doen. Geloof in je eigen kwaliteiten en ga er gewoon 100.000% voor. En dan, als het dan niet lukt, dan kan je in ieder geval tegen jezelf gezegd hebben van ik heb er alles aan gedaan. Ik wil niet te veel gaan praten en te veel wijs gaan doen. Maar ik wilde dit wel in ieder geval met jullie gaan delen. En ik ben nu ook benieuwd waarom Bilal niet gaat zwemmen. Zullen we dat even uitzoeken? Let's go. Hey Bilal. Hey ouwe reus. Alles goed jongen. Hey. Deze mensen, Bilal. Deze mensen, nu ze te kijken, die hebben een vraag voor jou. Oh ja. Ja, zal ik hem even stellen? Ja. Oké. Waarom, ze vragen waarom jij niet wilt zwemmen vandaag? Zwemmen. Ja, waarom? Wat? Even kijken hoor. Ja, ga erin. Mensen, als niemand met mij wil zwemmen, dan doe je het toch gewoon lekker alleen. Jullie heel eerlijk, in je eentje zwemmen is echt drama. Dus hopelijk wil dit er zo in. Hoi, even checken of die komt. Binnen! Wero! Nee man, hij wil niet. Ik weet het niet meer. Die al gewoon batterij vergeten van mijn camera. Dat is toch niet normaal? Ik word toch helemaal zot van nog niet. Maar goed, kan gebeuren. Altijd. Bilal, altijd. Bilal. Bilal. We zeggen altijd. We zeggen altijd positiviteit. Dus sorry als het beeld wat minder mooi is. Maar dat neemt niet weg dat ik jullie toch ga meenemen. Mensen, alleen maar liefde. Tot zometeen. Carré. Sans moi les papiers, sans moi le cachet, c'est fait. Laisse-moi marrer. Je baisse dans ton domaine, je te laisse et je disparais. Arja, arja, arja. Hey, willi, t'es khatira bil'ayf oummok. Willi, willi, gadi nishki l'ommok. Oura kabiltini bli commentaire. Oukul t'alik ouhedi la derrière. Aïe, 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 aïe. Mensen, zijn we weer? Ja, mensen. Nou, we zijn in Valencia. We zijn flink gaan rijden. We hebben echt enorm trek. Maar goed, we zijn uiteindelijk in het centrum terechtgekomen. Oh, ga jij? Hallo? Die steekt gewoon niet weg over. Moet je kijken, Jozef. Ja. We moesten even kijken of Khadija veilig was. Maar Khadija is veilig. Kijk eens, mensen. We zijn in Rome. Heb je honger? Ja. Klein beetje of heel veel? Heel veel! Kom. Waar zullen ze hier eten hebben, jongens? Waar, oh waar? Ik heb trek. Ga jij nemen? Daar denk ik een beetje aan. En ik leer jullie, kijk, Khadija de tas, die zit hier. En die heb ik zeg maar tussen mijn voeten gehouden. Zien jullie dat? Dat als iemand het probeert te pakken, dan moet hij gewoon mijn hele voet meenemen, vriend. Ja. Khadija heeft lasagne, Bilal heeft spaghetti. Je kan niet wachten. Ik heb zalm. Kids. We hebben lekkere tonijnpizza. Niemand meer verder kan met eten, dan krijg je dit. Spaghetti, pizza, zalm, strijder hoor. Echt een killer. En pizza en spaghetti. Man.
deze man ook. En een pizza in zand, hè? Ja, niet meer. En een hap ook gewoon. Vijf minuten later. Ja, onze buik is lekker vol. Heerlijk. Kijk. Kom hier, gek. Hoe vond je het restaurant? Ja. Was die goed? Ja. Ik zeg jullie heel eerlijk, echt lekker, lekker top gegeten, mensen. Echt top gegeten. En waar is Milo nou? Maar hier. Ja. Kijk, dit is toch heerlijk. Gewoon lekker rustig, lekker ontspannen. Het is echt super laat. We hebben hartstikke lang over gedaan. Maar we gaan denk ik terug richting Denia. Mensen, we gaan eens even kijken. Wat een liefde tussen die twee, zeg. Ik ben mijn vrouw kwijt, ik ben mijn broertje kwijt, ik ben mijn gezinnetje kwijt, joh. Die kan toch niet? Die kan gewoon echt niet. We lopen al 40 minuten en we zijn de weg kwijt. Ik kijk ook niet meer vrolijk. Dat is ook helemaal gesloopt. Oh, toch wel. Ik krijg nou wat. Dan zit de camera daar, kijk weer vrolijk. Ja, nou mensen. We zijn gewoon echt serieus de weg kwijt. Ik weet het niet meer. Oh. Altijd positiviteit. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar Bilal zweet gewoon. Een later. Verdwalen is alleen voor echte. Echte man. Echt. Oké, mensen, we lijken de weg gevonden te hebben. Hè? Ja, mensen, ik heb het zo. Het is zweet, hè? Ik zal jullie eens vertellen hoe vertel het kan. Nou, vertel. Dat wij zo erg verdwaald. We lopen even kijken. Even wachten, Ryan. Even wachten. Lange even straat. Wachten. Vervolgens lopen we 16 kilometer verkeerd. Zegt Brammy. De gebouw van Apple die daar stond, waar we nog nooit langs zijn geweest. Ik heb me helemaal niet. Ik volg jou gewoon wetende. Dus zag ik die Apple gebouw aan mijn rechterkant, zegt hij. En overtuigend, hè? Ik denk, nou, deze man weet waar hij het over heeft. Ik loop gewoon met hem mee. Mensen, wallah, dit is echt, ik zie het een drama. Het is dat ik gewoon altijd zeg, altijd positiviteit. En dat het nu een beetje raar is als ik helemaal para word. Kijk eens, zijn geduld is op. Mensen, ik heb het zat gelopen. Wat zeg je? Zat geloopt? Ja, ik heb het zat gelopen. Gelopen? Ja, ik heb het zat gelopen. Maar, kortom, we zijn er mensen. En we gaan de auto pakken. En we gaan naar Denia. We gaan driven, baby. Sophia, wij zijn echte. Echte mannen. Hè? Wat zeg jij nou? Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar dit. En we zeggen altijd positief. En we zeggen altijd positief. Adem Ja, maar mensen, we zijn er weer. Jawel, mensen, hier zijn we weer. Tot jullie ook op, zodra die 12 uur voorbij is, is de batterij helemaal leeg. Heb je dan? Ja. Dan is het gewoon helemaal klaar. Wat vond je van vandaag? Vond je een leuke dag? Ja. Ja? Klasse, jongen, klasse. Maar we waren gewoon de weg kwijt vandaag. Maar echte mannen, die raken niet in paniek, hè? Nee. Wil je verder nog wat tegen de mensen zeggen? Nee? Nou, hij is echt moe. Mensen, we sluiten hem gewoon lekker af. We hopen dat jullie genoten hebben. Een duimpje omhoog. Sponsor ons door vooral te abonneren, te delen, te liken. Praat erover, zoals we altijd zeggen. Want wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd. Dan zijn we tijd. Positiviteit. Mensen, arrivederci. Tot de volgende keer. Ik zei toch, als ik dit doe. Why, alleen maar liefde, why. Yo, het Abraham, why. Yo, het Bilal. Yo, het Abraham, why. Yo, het Bilal. Yo, het Abraham, why. Yo, echte mannen, why. Positiviteit, why. Activiteit, why. Negativiteit, why. Geen tijd voor, why. In wegen door, why. Brian.